Nu, de transfer die ik graag wil meegeven. Stel nu dat ik zelfs een oefening ga doen met twee meisjes die ik vandaag heb meegebracht. Ja, dat is die oefening niet zomaar doen, maar dat je daar toch wel de transfer naar bijvoorbeeld rechterstand, openstand, dat je dat echt toch wel tennisspecifiek kan gaan vertalen. En daarnaast, toch wel een belangrijke, dat het ook gaat zorgen voor beleving. Ja, dus niet alleen een oefening om specifiek op te werken, maar dat het ook gewoon fijn is voor de spelers om te doen. Ja, fijn om een bal te vangen, fijn om te kunnen reageren op een bepaalde prikkel dat gegeven wordt. En tot slot, heel veel praktijkvoorbeelden aanhalen, demo's tonen en coachingstips die ik ga meegeven. Wat ik er nu wel al wil bijzeggen, ik ga oefeningen tonen, ik ga bepaalde dingen aanhalen. Het kan zijn dat anderen een totaal andere oefening in idee hebben, wat perfect zo kan zijn. Het zijn niet de oefeningen die je zeker gaat moeten doen. Het is gewoon een tool dat ik wil aanreiken. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen methode. Ja. Ik ga beginnen met een kort videofragment, 1 minuutje. Wat jullie mogen doen is gewoon puur kijken naar de twee spelers die een rally spelen. Hoe dat ze zich houden op een tennisveld, waar dat ze zich bevinden en waar dat ze ook de ballen naartoe spelen. Ja, dus hoe oriënteren ze zich in het algemeen? Oké, heel mooie rallies tussen het team en chapeau Valov. Nou, heel verschillende dingen kunnen zien waar ze de bal hebben moeten ontvangen, waar ze de bal hebben naartoe gespeeld. Nu, wat kunnen we daarover zeggen? Dat ze zich zowel moeten oriënteren ten opzichte van de tegenstander, waar ze de rally tegen aan het spelen zijn, maar ook tegen de verschillende ballen die ze moeten ontvangen. Dus zowel de tegenstander die belangrijk is, hoe moet ik mij gaan zetten? Hoe moet ik mij gaan positioneren, bijvoorbeeld om de return aan te pakken, maar ook, ik krijg bijvoorbeeld een diepe bal, oké, ik moet naar achter en ik moet die gaan ontvangen. Ja, dus ze oriënteren zich in die verschillende manieren. Ze hebben verschillende zones. De ene keer kan dat bijvoorbeeld een hele korte bal zijn, de andere keer kan dat een hele diepe bal zijn, maar ook degene die ze zelf spelen. Ja, Shapovalov gaat niet zoals de laatste bal die hij speelde, altijd die dropshot spelen. Ze speelt ook eens een keer crosscourt, een diepe bal. Ja, dus ze hebben wel verschillende zones waarin dat ze spelen. Als we puur buiten het oriënteren kijken, wat sowieso een heel belangrijk is en wat ze moeten doen om zo goed mogelijk die bal te kunnen spelen, is eigenlijk dat er toch nog wel verschillende andere conditionele aspecten telkens mee worden geïntegreerd. Zijnde snelheid. Snel lopen aan een bal om hem toch nog te kunnen redden. Krachtig uitduwen bijvoorbeeld. Zich kunnen zetten bij een bal, maar toch nog heel krachtig die heup kunnen induwen om die een goede shot te maken. En vooral dat ze heel veel driedimensionale verplaatsingen maken. Zijnde, lateraal, voor, achter, zelfs in de hoogte als ze moeten reiken naar een smash bijvoorbeeld. Dus ze verplaatsen zich wel op verschillende manieren, allemaal met als doel zo goed mogelijk bij de bal te staan en dat punt te winnen. Ja. Nu, wat ik voor jullie gedaan heb, is eigenlijk verschillende momenten uit die rally tussen team en Shapovalov fragmenteerd. Zijnde, bijvoorbeeld Shapovalov die hier 3 posities aan het net staan. Hier bijvoorbeeld in het terrein de rallyzone, zijn de uit de dubbellijn, allee, in de dubbellijnen, zijn de in het enkelveld, neutraal in het midden. Maar ook bij de diepe speler hier, bijvoorbeeld team die ver achter zijn baseline staat. Ja. Dus hebben die telkens aangeduid. En wij gaan afvragen, hoe kan ik nu met mijn spelers daar zo georiënteerd mogelijk naar werken? Heb ik in een schema uitgewerkt en heb ik eigenlijk elke zone een naam gaan geven. Zijnde, smal, denk maar terug aan bijvoorbeeld Shapovalov of team die redelijk neutraal in het midden staan. Dat ik bijvoorbeeld heel smal met mijn speler ga werken op een korte zone.
zijnde breed, dat ik mij meer ga toespitsen wanneer dat ze weg van het midden gaan, nog altijd wel binnen dat enkelveld, maar ook ver. Ja, wanneer dat bijvoorbeeld hier Shapovalov uit zijn terrein wordt getrokken, wanneer hij een verre bal moet gaan ontvangen. Daarnaast heb ik voor elke zone hier het laten overgaan naar zowel kort en diep. Dus dat kan perfect zijn dat ik met een speler in een verre situatie ga oefenen, maar dat ik mij daarnaast ook kan afvragen, ja, ik kan evengoed ver oefenen, maar ook kort. Door te werken op bijvoorbeeld een dropshot, een verre bal toch nog gaan halen. Of ver diep, dat ik een verre diepe bal moet gaan ontvangen, zoals Team hem hier met zijn enkelhandige backhand op links speelt om hem toch nog terug diep te krijgen. Ja? Dus met deze zones zou ik graag aan de slag willen gaan om het te gaan integreren binnen oriëntatietraining en de conditietraining. Nu, hoe ga ik die skills nu binnen die zonebouw opbouwen? Per categorie ga ik steeds een aantal sleutelmomenten geven, wat ik zelf heel belangrijk vind daarbij. Maar ga ik ook tonen met Zita en Excel die ik vandaag heb meegebracht. En dus dat je toch een kleine theoretische achtergrond erin hebt, maar toch ook heel veel praktijkvoorbeelden. Nou, want dan moeten we tenslotte gaan doen in de conditieruimte of on-court. Wat vind ik belangrijk bij SMAL? Kleiner looppatroon, hè, doordat ze vrij neutraal staan, hè, de bal vaak naar hun toe komt, ja, dat ze niet zo ver moeten gaan lopen als bij een verre bal. Ja, dus dat daar wel een kleiner looppatroon is. En dat het centraler gelegen is. Binnen comfortzone, ja, dus als ze een bal door het midden krijgen, dat ze nog altijd in een comfortabele zone zitten. Nu, je kan even goed zeggen, ja, maar wat met een bal die je op het lichaam krijgt aan het net? Bijvoorbeeld dat Nadal hier een volley moet gaan ontvangen. Ja, dat kan even goed zijn, maar algemeen gezien ondervind ik SMAL eigenlijk binnen de neutrale comfortzone. Ja. Mogelijkheid hebben tot snel aanpassingsvermogen, reactievermogen, snel kunnen reageren, zich snel wendbaar kunnen opstellen, snel kunnen wegdraaien. Ja, dus een heel accuraat snel aanpassingsvermogen. Maar de meest belangrijke die ik daarbij vind, is vooral handige spelers ontwikkelen. Zijnde oog-handcoördinatie. Bijvoorbeeld wanneer ze een volley moeten afmaken. Of wanneer ze toch nog een bal laag in de voeten moeten gaan spelen. Afwisseling tussen endo- en exorotatie. Zijnde als ik nu een bal naar mij toegespeeld krijg, dat ik ofwel naar buiten draai, ofwel misschien hier naar binnen draai om backhand te kunnen ontvangen. En ook heel veel wristactie. Ja, je gaat dat zelfs wel zien aan de oefeningen die ik mij zie aan Excel toon. Ja, dat ze toch wel heel veel met hun pols moeten gaan werken om een heel handige speler te worden. Ja, want als ik die bal neutraal krijg, ben aan het opkomen aan het net, dan wil ik die toch nog wel fijn kunnen afwerken. Ja. Oké, ik ga telkens een aantal oefeningen tonen. Dat kunnen oefeningen zijn waarbij dat ze met mij een oefening moeten doen of met elkaar. Ja. Je hebt niet altijd de luxe om individueel met een speler te werken. Soms heb je een grotere groep of heb je er twee. Dus ik ga zowel de individuele oefeningen als de duo-oefeningen tonen. Goed. Opdrachten blijven net hetzelfde. Alleen als je de oranje bal krijgt, moet je hem rechtstreeks vangen en wordt er hier gewisseld van opdracht. Dus tot nu toe is de gele bal hem gewoon vangen, teruggooien. De groene bal vangen, terug botsen. Maar komt de oranje bal, dan wordt de opdracht gewisseld. Oké? Yes, come on. Hop. Oké, dus groen nog steeds botsen. Geel teruggooien. Let erop, als oranje komt, rechtstreeks vangen. En nu wisselen van opdracht. Heel goed. Yes. Hop. Ja. Oké, niet erg. Pak de bal maar terug. Dank u. Oké, yes. Goed. Hop. En wissel. Oké, ja, Excel. Kom op. Dus botsen. Ja. Goed. Hop. Oké, en wissel. Goed, omdat ik hen toch meer wil uitdagen, omdat ze veel lukken, kan het ook zijn dat ik vanaf nu twee ballen ga gooien. Twee ballen gelijktijdig, maar het kan perfect zijn dat de groene en de gele is, maar dat ze toch nog altijd de opdracht moeten respecteren. Staan ze terug, gele vangen gooien, groen terug botsen. Wordt de eerste. Oké, yes. Hop. Ja. Goed kijken. Ja. Denk eraan, elke bal nog steeds staat te botsen, behalve de oranje.
Goed? Ja. Voilà, perfect. Wissel van opdracht. Yes. Oké, en wissel. Oké, laatste reeks Axel. Ja. Hoppa. Goed. Haha, moeilijk. Ja, oké, kom, hop. Goed. Voilà. Oké, perfect. Nu, wat ik er wel bij zeg, Zita en Axel, die hebben die oefening met mij ooit al eens gedaan. Doe dat met een eerste groep, competitiespelers, dan ga je heel veel een trial and error ondervinden. Dat je die oefening geeft, dat ze er moeilijk in slagen. Bijvoorbeeld Axel, die moest nu op het einde nadenken, geel was gooien, groen was botsen, dat ga je sowieso hebben. Maar, des te meer dat je dat gaat doen, des te meer dat je hen die cognitieve prikkels gaat geven, die reactie binnen die oriëntatie, des te beter dat ze daarmee overweg gaan kunnen. Ja. Oké, reactieballetje. Doel is om zo snel mogelijk dat balletje te vangen. Ik ga hem naar jullie gooien. Die gaan niet altijd perfect botsen. Dus je gaat hem moeten klaarhouden om je zo goed mogelijk te kunnen zetten bij dat balletje en hem altijd terug naar mij te gooien. Ja. Oké, yes, let's go. Oké, hop. Ja. Oké, wissel. Ja, Axel. Oef, was al direct een moeilijke. Ja, oké, kom op, hop. Goed. Ja. Oké, en wissel. Goed. Wedstrijdje onderling. Je wisselt na elk contact, maar je probeert als eerste 5 keer het te laten lukken. Dus dat je 5 keer dat balletje hebt gevangen. Stel nu dat je bijvoorbeeld een balletje niet na 1 bots hebt, ga je hem wel nog steeds halen, geef je hem terug aan mij en gaan we verder. Oké? Yes. Oké, wissel. Goed. Oef, 1-1. Kom op, hop. Ja. Goed, Axel. 2-2. Oef. Ja. Oef, 3-3. Spannend. Oh. Ja. Oeh, ze willen niet verliezen om elkaar. Hop. 5, goed. 6. 6, oké. We gaan kijken wie het eerste mist. Hop. Oeh, goed. Ja. Oké. Axel, als jij hem nu pakt, dan win jij de opdracht. Oké, yes. Oké, sterk. Nu, als ik merk dat ze er te makkelijk in lukken, om toch dat balletje zo rechtstreeks mogelijk te vangen, dan ga ik daar proberen wat meer balkwaliteit in te steken. Zijnde die wat lager gooien, zijnde wat meer spin, dat zij een realistischer beeld krijgen wat ze op hun tenniscourt zien. Ja, je gaat dat zelfs ook merken als ik met de basketballen werk. Ja, het is niet altijd realistisch om een bal mooi van laag naar hoog te krijgen. Dat krijgen ze niet altijd als ze tennissen. Het kan zijn dat ze een hele snelle smash krijgen en dat ze daar ook nog snel op moeten reageren. Of dat ze een effectbal krijgen. Dus ik vind het toch wel belangrijk, als je dat in een conditietraining gaat integreren, dat je ook de ballen waarmee dat ze op een tennistraining of een match worden geconfronteerd, dat je dat ook gaat vertalen binnen de conditietraining. Oké? Goed, volgende opdracht, meisjes. Ik ga de basketbal steeds neutraal naar jullie gooien, maar ik ga altijd nadat ik geworpen heb naar jullie, naar rechts of naar links wijzen. Stel nu dat ik voor mij naar rechts wijs, voor jullie ziet dat de backhand, ik stel de voorhand, gaan jullie hem gewoon na het ontvangen draaien naar rechte stand en hem teruggooien naar mij. Dat is het enige. Heb je geworpen, ga je nog altijd wisselen. Oké, ready? Yes, hop. Dus draaien, goed. Ja, hop. Oké, yes, hop. Ja. Goed, hop. Ja. Goed. Ja. Oké. Goed. Volgende. Je vangt hem. Het wegdraaien. Heel goed. Maar nu wil ik dat je specifiek wegdraait en steeds werpt. Tip, heup. Dat je die gaat meebrengen. Dat het niet enkel deze is. Dat je achterblijft. Maar dat je kunt wegdraaien, zetten. En je heup mee in je bal kunt brengen. Oké? Come on. Yes. Hop. Goed. Ja. Voilà, goed, Zita. Axel. Ja. Hop. Yes.
Dat is niet erg. Hop, hop, hop. Snel de bal. Ja. Goed. Ja. Oké, goed. Volgende oefening. Ik ga nu heel kort bij jullie starten. Maar ik ga hem naar jullie voorhand of naar jullie backhand gooien. Jullie gaan hem opvangen. Instappen. Weer slag maken. En hem altijd terug aan mij komen geven. Dus als je hem nu op je voorhandzijde ontvangt. Oké, hop. Instappen. Slag afmaken. En hem daarna terug komen geven. Oké. Ready? Yes, hop. Ja. Denk eraan, nog steeds slag maken. Hè. Hop. Ja, goed. Oef, amai. Ja, goed. Oké, goed. Ja. Ja. Oké, goed. Vaak geef ik nu als coach het signaal. Ga naar de voorhand komen. Ga naar de backhand komen. Ik wil ze nog beter laten oriënteren. Dus ga ik vanaf nu de aangegeven bal minder voor de hand liggend aangooien. Dus dat ik eigenlijk neutraal start en gewoon uit mijn handen de richting ga laten aannemen. Dat ik het niet ga verklappen, dan krijgen ze al te vroeg die prikkel. Ik wil hem sneller laten reageren. Oké? Okay? Yes, kom op. Ja, goed. Ja. Oké, goed. Hop. Yes. Ja. Oké, top. Goeie Excel. Hop. Ja. Oké. Heel goed. Snel een slokje, meisjes. Wat ik nu vooral met hen heb gedaan, kan je eigenlijk vertalen. Oog-handcoördinatie. Zorgen dat ze klaarstaan met ontvangen. Zenden van de voorhand, de backhand. Nu, het puntje dat ik erbij had geschreven, dat ik een hele belangrijke vind, naast die oog-handcoördinatie, is die wrist-actie. Ja, het zijn beide heel sterke spelers, goed competitieniveau. Maar ik vind het ook wel belangrijk, en niet omdat dat meisjes zijn of omdat dat jongens zijn, maar dat je toch wel een speler hebt die handig is. Je kan perfect een speler onderbouwen die heel snel is, heel explosief, heel krachtig. Maar wat ben je daarmee? Als je speler zo snel is dat hij een drop kan gaan ophalen, maar kan hem niet afmaken. Of hij loopt zo snel naar het net, maar je kan niet die volley afmaken. Ah, het is weer gemist. Ik vind het wel belangrijk, ook al heb je heel goede spelers, dat dat heel handige spelers kunnen worden op long term. Ja. Oké, okay. Ik ga telkens in die jacke naar jullie spelen. Je vangt hem en je speelt hem terug naar mij. Goed, that's it. Oké, okay. Yes. Vang je, terug naar mij. Yes, oké. Okay. Ja. Goed. Hop. Nu, wat hier sowieso altijd in zit, want je zou kunnen denken van Bram, dit is toch veel te makkelijk voor die meisjes. Klopt, maar wat je hier in prikkelt is vangen, voorbereiden, slag maken. Oriënteren, klaarstaan en afmaken. Oké, okay, yes, weg. Goed, hop. Haha, oké. Okay. Goed, vanaf nu mogen jullie enkel voorhand spelen. Dus draaien naar jouw eigen voorhandzijde en telkens in de jacka terugspelen. Hop. Dus wat ik nu veel doe bij hen, is hen zo weinig mogelijk richting geven. Redelijk neutraal altijd op het lichaam. Dat ze telkens moeten draaien. Dat ze heel wendbaar moeten zijn om hun slag te kunnen uitvoeren. Goed? Oké, okay, vanaf nu gaan we de indiaka als spelenderwijs in leven houden. Het vangen gaan we weglaten, maar we spelen hem telkens naar elkaar. Dat wil zeggen dat jullie iets sneller gaan moeten wisselen nu. Oké? Okay? Yes, kom op. Hop. Ja. Goed. Hop. Ah, niet erg. Volgende. Kom op. Yes. Hop. Oeh, Axel, kom op. Ja. Goed. Hop. Ah, oké. Okay. Nieuwe. Kom. Ja. Hop. Goed. Oké. Okay. En ermee. Wat je hierbij kan zeggen, wat ik vooral opmerk als coach, één heeft een veel vrijere contact, ander zit vrij dicht met de elleboog tegen haar lichaam. Dus nu kan ik wel gaan vragen, oké, okay, Zita, probeer iets meer weg te draaien. Axel, zorg dat u een arm ruimte heeft, dat je niet hier moet gaan ontvangen. Ja, niet erg dat ze die fout maken, ze gaan die fout maken, maar het is wel een tip dat ik hen ga geven, specifiek aandachtspunt waar ze op moeten letten. Zita, meer vanuit haar schouders. Axel, meer vanuit dat bovenlichaam plaatsmaken. Oké, okay, laatste reeks, kom op, yes. Hop. Ja, pak maar. Yes. Oké, okay, kom op, hop. Ja. Oké, okay, nieuwe. Ja. Doe maar.
Yes. Oké. Okay. Ah. Oh. Oké, okay, goed. Oké, okay, tegenover elkaar nu. Maak maar eens een recordje met jullie twee. Zien hoe lang dat jullie kunnen volhouden. Als het te lang duurt, dan zeg ik wel op tijd stop. Huh? Oké. Okay. Opdrachtje dat ik hen geef, qua clubgevoel, is eigenlijk de spelers waar ik veel mee werk, die krijgen van mij de opdracht om zo lang mogelijk de Indiaca in leven te houden. Ik denk dat ik met hun alle twee rond de 100 zit. Men ziet dat op 189, denk ik dat we ergens nog hebben gezegd. Maar er zijn spelers die op 289 zitten. 289 keer de Indiaca naar elkaar laten lukken. En ik merk wel dat dat heel hard leeft. Het zijn 5 minuten voorhand voor de training zeggen van, is het nog lang? Is het bijna tijd? Dan vragen ze meestal, oh, kunnen we de Indiaca nog eens doen? Oké, okay, dus zorg er steeds voor dat je vrij contact hebt. Wegdraaien, yes, check. Oké, okay. Goed. Oké, okay, meisjes. Indiaca mag je wegleggen. Oké, okay. Dus vooral de smalle zone. Veel op het lichaam, veel wegdraaien. Zorg dat je handige spelers ontwikkelt om zo vrij mogelijk hun bal te ontvangen. Ja. Als we dan gaan kijken naar een bredere zone. Ja, bijvoorbeeld Djokovic die een bal gaat aanpakken vanuit zijn backhand. Of Federer die in een brede zone ruimte maakt om links-links te spelen, of voorhand inside-out. Bredere looppatroon, ze moeten zich naar een bredere zone gaan toetrekken om de bal te gaan ontvangen. Ja. Nu, je kan wel zeggen, ja, maar Federer die hier zijn bal ontvangt, die hier moet wegdraaien, dat is toch vrij smal, dat klopt. Maar dan heb je het eigenlijk over de uitvoering van hem in plaats van over de oriëntatiezone. Valt in een bredere zone waarin hij zich moet gaan oriënteren. Wordt weggetrokken van het midden, dus een breder looppatroon dat je kan gaan terugvinden. Meer laterale verplaatsingen, wat je zelfs ook gaat zien bij de meisjes. Meer uit de comfortzone halen. Gaan ze triggeren om die verplaatsing aan te halen, om die bal wat verder te gaan opzoeken. Heel belangrijke verplaatsingen en herplaatsing. We zien wel spelers verplaatsen aan een bal. Maar hoe vaak moet je zeggen, hey, herplaatsing. Maak eens terug een overkruispas. Zorg eens dat je terug aansluit. Ja, want vaak is het dan, oké, ze spelen een bal. Nog even kijken. Oh, passeren in de backhand. In plaats van de bal te spelen, herplaatsen en zorgen dat ze terug klaarstaan voor moest die bal nog terugkomen. Te vaak zie ik als ik op toernooi ga, als ik mijn spelers zie spelen, dat ze zich niet klaarhouden voor de volgende bal. Punt is al gemaakt. Kracht via load en unload, ja, dus dat ze bijvoorbeeld, zoals Djokovic, zich verplaatsen naar een bal. Maar dan vind ik het wel belangrijk, als ze die in een bredere zone ontvangen, dat ze daar toch nog wel kracht kunnen zetten. Vind ik belangrijk dat ze een bepaalde load gaan creëren en unload teweeg gaan brengen, om die shot zo goed mogelijk te maken. Dus veel rond opvangen, rond uitduwen, explosief te werk gaan, maar vooral zorgen dat we speler in steun, in balans kan spelen. Dat geldt voor eigenlijk elke slag. Hoe vaak moet je wel niet zeggen als coach, hey, houd u even iets in die slag. Waar is uw balans? Waar is uw steun? Ik denk dat iedereen dat wel hier in zijn eigen praktijk al heeft moeten zeggen tegen zijn speler. Ja. Alle twee in basketbal. Mag je terug achter elkaar starten? Oké, okay, ik ga voor jullie... Twee oranje potjes leggen. Dat wordt jullie oriëntatiepunt, tot waar dat je eigenlijk je slag gaat moeten uitvoeren. Je start op de witte lijn. Ja, neem dat dat je baseline is. Maar ik ga nog steeds wijzen naar waar jullie je moeten verplaatsen. Bijvoorbeeld, stel nu dat ik naar de voorhandzijde wijs, dan ga je telkens vanuit het botsen vertrekken. Je zet je tegenover het potje en je maakt je slag. Vanuit rechte stand. Oké? Okay. Niet gooien. Nee, je houdt hem zelf voor je eigen vast. Oké? Okay. Ready? Yes. Hop, oké. Okay. Wissel. Hop. Goed. Ja. Oké. Okay. Goed. Ja. Oké, okay. Goed. Volgende. Tegenstelde nu, als ik wijs naar die zijde, wordt het de andere zijde. Klaar? Ja. Goed.
Oké, goed. Volgende. Ik wijs nog altijd naar het potje. Wordt weer hetzelfde voor jullie. Dus als ik naar dit potje wijs, blijft het voorziet dat de voorhand voor Excel de backhand. Maar stel nu dat ik in mijn handen twee keer klap, dan wordt het weer het omgekeerde, opdracht van daarnet. Ja, dus ik ben bezig met de wijze, voorhandzijde. Ik wijs naar hier, dan wordt het naar de backhand. Oké, ready? Ja, hetzelfde. Oké, yes. Plaats maken, zeker als je wisselt. Pak een ruimere bocht, dat je niet in de zone van de andere gaat komen. Hop, yes. Oké, goed. Ja, goed zitten. Oké, en stop. Goed. Nu hebben ze vooral de bal zelf vastgehouden. Ik kan nu steeds met één basketbal werken. Jullie wisselen nog steeds na elk balcontact. Maar nu wil ik dat je gooit. Dus dat je hem teruggooit naar van waar dat de bal gaat komen. Oké? Okay. Yes. Oké, okay. Ja. Hop. Goed. Ja. Oké. Okay. Aantal dingen dat ik verschillend zie bij de twee meisjes, en dat is eigen aan hoe dat ze zijn als speler. Zita gaat iets meer laden om de bal wat krachtiger te spelen. Axel die gaat vooral heel snel zijn, snel aanpakken. Wat ik wil dat jullie nu gaan doen, bal opvangen, dat je u gaat zetten, dus een trager moment gaat inbouwen, maar dat je echt vanuit het laden heup in de bal brengt en krachtig naar mij uitduwt. Ik wil echt die bal stevig ontvangen. Niet meer gewoon naar mij werpen, maar ik wil hem echt goed ontvangen. Oké? Okay? Yes, kom op. Hop. Ja, dat is beter. Hop. Goed. Goed, Axel. Hop. Ja. Ja, hop. Goed. Dat is beter. Kom op. Steun door. Yes. Steun door. Goed. Hop. Oké, okay. Goed. Volgende. Jullie starten terug met uw slag te maken. Waarbij dat je u zet, je houdt de bal vast tijdens het slaan en gaat daarna de bal terug naar mij botsen. Waarom doe ik dat nu? Omdat ik telkens, als ik hem naar jullie ga werpen, een bepaald potje ga uitkiezen. Dus ik gooi hem bijvoorbeeld nu naar Axel. Ik kies nu dit potje, dan ga jij u recht tegenover mij moeten zetten en met de bal, door hem zelf vast te houden, uw slag afmaken. Nadien zet ik mij terug in het midden. Jij zorgt dat ik de bal nadien ook terug in het midden heb. Oké, okay, duidelijk? Oké, okay, yes, hop. Kijken, slag afmaken, ja. En terug, goed. Hop. Maar voilà, denk aan uw vrije contact, ja. Goed, hop. Oké, okay, goed. Dus blijf voldoende ruimte inbouwen, zeker als je die wat meer op lichaam ontvangt. En zet u dan nadien recht tegenover dat potje. Yes, kom op, hop. Oké, okay, goed. Tegenovergestelde. Ik gooi de bal nog steeds naar jullie. Ik kies weer een potje uit, maar je moet u nu aan het andere potje zetten. Ja? Zijnde, als ik nu bijvoorbeeld als tegenstander hier bijvoorbeeld met een bal naar jullie werp, dat je dan in de opening gaat spelen. Oké, okay? Ready? Ja, hop. Slag afmaken, goed. Niet erg. Denk eraan nog steeds vasthouden. Oké, okay. Hop, goed. Ja. Oké, okay, goed. Nu, belangrijke, iets wat jullie misschien nu minder zien vanuit dat perspectief, is dat ze vaak hun bal, hun slag maken door naar hier te kijken of door naar mij te kijken. Ik vind het realistischer, stel nu dat ze naar dit potje moeten spelen, dat ze hen kunnen zetten en dat visueel punt gaan nemen. Dat ze niet bij hier nog gaan kijken waar ik sta, of dat ze rechts van hun gaan kijken. Maar als ze kijken naar waar ze moeten gooien, wat hun doel is om de bal naar daar te spelen. Oké? Okay? Yes. Kijken. Voilà, goed. Oké. Okay. Hop. En opnieuw. Hop. Goed. Kom aan. Lage benen. Goed zetten. Oké. Okay. Yes. Goed. Vanaf nu mag je de bal terugwerpen naar mij. Ja, dus ik ga mij weer aan een bepaalde zone zetten. Je werpt hem naar dezelfde zone. Dus als ik mij aan je voorhand zet, werp je hem naar de voorhand. Oké? Okay? Ready? Yes, kom op. Goed. Ja.
Goed. Hop. Hoe zit dat? Ja. Oké. Okay. Tegenstelling tot daarnet, dat ik heel veel lateraal gooide voor hen, wil ik je nu wat schuiner gooien. Dat ze echt kunnen inkomen, die bal kunnen gaan opzoeken, dat ik breed kort ga oriënteren. Kom. Hop. Yes. Goed. Ja. Volgende bal. Kom op, kom op, kom op. Oké. Okay. Goed. Axel, jij mag op mijn plaats gaan staan. Jij gaat de richting kiezen voor Zita. Je zet u aan een potje. Zita moet naar dat potje haar slag maken. Dat wil zeggen, als jij gooit naar Zita en je gaat bijvoorbeeld hier staan, moet Zita naar u toe gooien. Ja, het kan ook zijn dat je naar haar voorhand gooit en dat Zita dan ineens moet kruisen. Dus jij kiest altijd dezelfde richting waar dat Axel gaat staan. Goed? Oké. Okay. Yes. Eens kijken. Ah, hop. Goed. Denk aan een potje kiezen, hè. Dus gooien, potje kiezen. Voilà. Oké, okay, en wissel. Kom op. Yes, wissel van plaats. Oké, okay, zie dat? Jij kiest terug het potje waar jij naartoe wilt bewegen. Axel volgt. Yes. Ja, goed. Oké, okay, en stop. Goed. Oké, okay, mag allebei terug met uw basketbal midden vertrekken? Oké, okay, stel nu dat ik hier die handigheid terug in teweeg wil brengen, ga ik er een derde bal aan toevoegen, maar zij moeten altijd, als zij nu met hun basketbal starten, de kleinere basketbal gaan omhoog tikken, en wisselen. En nadien maak je de slag met die kleine basketbal. Ja? Alright. Ready? Dus. Dus toets. Hop. Oké, okay, goed. Yes. Haar, tussentoets. Wissel. Voilà. En nog slag maken. Goed. Yes. Oeh, dan komt er een grote bal op de kleine. Ja. Pas maar aan. Oké, okay, niet erg. Ja, ziet dat? Kom op. Kijken. Voilà. En slag nog maken. Yes. Hop. Ja, en snel de basketbal. Kom op. Zorg dat je zo weinig mogelijk botsen hebt. Dat je telkens ene kunt hebben om daarna terug klaar te staan. Hop, wissel. Meer plaats nog inbouwen. Voilà. En terug. Kom op. Ja. Oké, okay. En volgende. Kom op. Hop. Yes. Oké, okay. En stop. Goed. Oké, okay. Als we dan naar een andere zone gaan kijken. De verre zone, waar een speler uit het terrein gaat getrokken worden. Dan vind ik het vooral belangrijk dat ze sowieso uit die comfortzone gaan gehaald worden. Gaat dat zelfs ook merken. Ze gaan niet meer zich mooi kunnen zetten zoals daarnet. Uiteindelijk wel de bedoeling dat ze een verre bal kunnen gaan ophalen, maar ze nog altijd in hun steun kunnen terugspelen. Wel het doel dat je voor ogen gaat hebben. Snelle loopverplaatsingen die sowieso gaan terugkomen. Ja, dan heb ik het zeker over shots hier bij een Djokovic of Nishikori. Maar bijvoorbeeld Elise Mertens, die daar een return moet gaan aanpakken, dat zij klaarstaan voor die opslag te ontvangen, ja, moet ze ook ineens die verre bal richting de enkellijn toch nog goed gaan retourneren. Maar vind ik het ook wel belangrijk dat ze daar, als ze ver uit de comfortzone wordt gehaald, toch nog die snelle handeling kan gaan maken om die bal zo goed mogelijk nog terug te brengen. Explosieve snelheidsomzetting. Zeker balans houden. Ja, wie heeft er al een speler gezien die een verre bal gaat ophalen en dan hier gaat wegvallen? Ja, ik zie er een paar ja-knikken. Zelf ook al heel veel gezien dat je een speler snel wegvalt. Ja. Vaak laag contact bij de grond, laag en snel. Dus enkele oefeningen die ik daar met de meisjes op ga proberen te doen. Ik kan nog steeds naar je voorhandzijde of je backhandzijde gooien. Het doel is dat je hem gaat kunnen pakken. Dat je hem zo snel mogelijk kan aanpakken en hem terug kan gooien naar mij. Oké? Okay? Ja. Ja, is niet erg. Hop. Oh, was te makkelijk voor Zita. Oké, okay, Zita nog even klaarstaan. Ja. Oké, okay, en terug. Is niet erg. Yes. Zouden mij ook altijd fitsen. Niet dat ze altijd die bal perfect terug naar mij gooien. Of dat ik hem perfect kan vangen. Yes, hop. Goed. Ja.
Oké. Goed. Hop. Mag ik zo? Ja, terug. Oké, goed. Ja, kom. Hop. Ja, terug. Yes. Oké, goed. Volgende. Je hebt je tennisbal nu aangepakt, maar je gaat proberen met je tennisbal direct een shot te maken. Dus dat ik die verre mijn voorhand nog kan gaan aanpakken, dan probeer ik dat balletje te vangen, maar toch nog dat fijn af te werken. Toch nog die snelle handeling daarbij te maken. Oké? Okay? Yes, kom op. Aanpakken. Oké. Okay. Die kon ik niet vangen. Ja, nieuwe. Hop. Dus afmaken. Ja. En terug. Ja. Afmaken. Yes. Hop. Goed. Oké, okay, vanaf nu mag je het balletje vasthouden terwijl je je slag maakt. Kom je terug in het herplaatsen, mag je hem naar mij geven. Oké, okay, yes. Hop, 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 hop. Oef, yes. Goed. Ja. Ja, en terug. Goed. Ja, volgende. Ja, en nieuw. Oké. Okay. Goed. En opnieuw. Oké, okay, yes. Oké, okay. Ik wil nu dat je bij de volgende oefening uit dezelfde setting gaat starten, maar dat je erop gaat letten dat je 1. Nog ietsje sneller bent, dat is al goed, maar ik wil naar het volgende level dat je hem gaat aanpakken, maar dat je toch nog laag en snel bij de grond blijft. Oké? Okay. Ready? Ja, kom, hop. Aanpakken. Tak, tak. Yes, goed. Ja. Kom maar, Axel. Oké, okay, goed. Ja. Ja, en terug. Mooi. Ja. Is niet erg. Gooi maar terug. Ja. Steun. Tak, tak. Ja, hop, 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 hop. Oké, okay, goed. Dank je. Oké. Okay. Iets grotere bal. Zelfde setting. Gooi nog steeds een verre bal aan. Maar je mag terug direct uw slag afmaken. Maar nog steeds zorgen dat je een snellere plaatsing maakt en je bal vasthoudt zonder hem te werpen. Right? Oké, okay. Ready? Yes, kom op. Hop, oké. Okay. Goed. Ja, stel. Oké, okay, en terug. Ja. Oké. Okay. Ja, hop. Oké, okay, en stop. Goed. En terug naar een grotere bal. Jullie starten nu zelf met de bal. Ik ga wijzen naar uw voorhandzijde of naar uw backhandzijde. Wanneer ik wil dat je zo snel mogelijk u gaat verplaatsen naar dat oranje potje. Maar nadat je die bal hebt gespeeld, herplaats je zo snel mogelijk terug naar uw speelbasis. Centraal punt. En dat je dan gaat reageren op waar ik naartoe wijs met mijn handen. Het kan zijn dat ik bijvoorbeeld naar je backhandzijde wijs, naar je voorhandzijde, en dat je daar eigenlijk inkomen vanuit rechte stand om gaat terugspelen. Dus het is 1 de verre bal, herplaatsen, en dan reageren op welke dat ik aanwijs. Oké? Okay? Ready? Yes. Man, hop, 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 hop. Ja, herplaatsen. En terug. Inkomen. Yes. Goed. Ja, hop. Ja. Kom, klaarstaan. Hop, en terug. Ja, oké. Okay. Ja, verder bal. Hop, tak, tak. Terug herplaatsen. Kom on, hè. En, yes. Goed. Wat ik zeker nu wil zien, na die verre bal, als je hem hier aanpakt, dat je terug vanuit je laatste voet terug je overkruispas maakt. Nu is het vaak dat we onze tijd nog nemen en dat we hem mooi afmaken. Dan shuffelen terugkomen, maar ik wil echt die laag snelle, tak, duw, pff, en dan die overkruispas. Overkruispas, schouder inzet, meepakken, dat je zo snel mogelijk terug bent. Oké, okay, yes, hop, voorhand, kom op. Tak, 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 ja, overkruis, goed. En kijk, ja, goed, Excel. Ja, hop, herplaatsen en terug inkomen. Kom, 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 oké, okay, goed, ja, verder. Tak, ja, nog sneller, kom, hop. Goed. Ja.
Hop, inkomen. En voorhand. Yes. Oké, goed. Oké. Zelf weer met de bal starten. Naar het potje. Maar ik gooi, nadat jullie terug zijn, een tennisbal en je moet hem terugkomen tikken met je basketbal. Oké? Ze zijn nu heel snel bezig, ze lopen nu heel veel door. Maar voor mij gaat het wel een belangrijke zijn, als ik nu die tennisbal terug laat botsen naar hen, dat ze hem toch nog fijn kunnen terugtikken naar mij. Dat ze dat laatste moment toch nog fijn kunnen afwerken. Oké, ready? Yes, verdere bal. Laag snel. Oké, herplaatsen. Kom, hier. Hop, 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 hop. Oké, goed. Doorgeven. Yes. Laag snel. Hop, terug herplaatsen. Kom. Oké. Weer wachten totdat jullie terug zijn in het herplaatsen. Ja, ik wacht wel totdat je een shot hebt gemaakt. Nadien ga ik met een bal spelen. Is dan in een korter voorhand, is dan in een korter backhand. Oké? Yes, let's go. Tak, tak. Ja, hop, 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 hop. Kom op, kom op. Oké, goed. Volgende. Ja. Oké, kom. Hop, 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 hop. Goed. Ja. Ja, kom. Oké. Yes. Ja. Kom, Axel. Oké, goed. Oké, meisjes. Even haarslag laten zakken. Goed gewerkt. Oké. Tot slot. Kort en diep. Voorbeeld, een drop gaan ophalen, Nadal hem gaat approachen, hem nog gaat redden. Halep die een diepe bal achter de baseline moet gaan uitduwen. Ziet ook hoeveel kracht dat ze heeft vanuit haar bovenbenen om die bal toch nog explosief terug in dat spel te brengen. Wat voor mij een belangrijke is bij een korte, dat je focus gaat maken op een voorwaartse snelle verplaatsing. Dus dat je eigenlijk, wat wij altijd vragen, de meest directe weg naar die bal zoekt. Dus dat je je speler niet via een omweg naar die bal gaat laten gaan, maar hem zo snel mogelijk die bal nog gaat kunnen ophalen. Speler trigger om snel te reageren. Eigenlijk wat ik in de vorige oefening deed. Hun verre bal spelen, maar toch die korte er al gaan bij integreren, dat ze hem toch nog snel kunnen gaan aanpakken. Ene keer wil ik focussen op terug dat herplaatsen. Volgende keer knip ik die tijd weg en gooi ik al direct de tennisbal. Dat je een trigger om nog sneller te zijn. Diep, met focus op een achterwaartse verplaatsing. Zorg dat ze goed achter hun contact staan. Denk terug aan het beeldfragment van Team. Hè, dat hij zich diep naar zijn backhand oriënteert. Op links steunt. En uitduwt met zijn enkelhandige backhand. Kunnen spelen vanuit balans, met goed onderbouwde steun. Ja, dus zag ook een aantal keer dat ze soms eens wegvielen. Wat normaal is. Denk als we zelf terug spelen en je krijgt ineens een verre bal. Ga je sowieso altijd wel eens met een verre bal. Wel eens wegvallen uit balans. Maar toch belangrijk dat je daar zo goed mogelijk op gaat focussen met je speler. Dat je vanuit balans die bal terug gaat kunnen spelen. Het kan zijn dat de meisjes nu daar juist een oefening hebben gedaan, dat jullie iets gezien hebben, dat je zegt van ja, maar dat zag ik daar toch, dat zou ik toch nog aanpassen. Ik heb ook een aantal dingen gezien die ik zeker in de volgende periode met hun terug aan bod ga laten komen. Het doel is dat je de oefening gaat zien. Dat je weet wat de setting is, weet wat erachter zit en waar je daar eventueel op kan gaan inpikken. Ik kan iets zien, maar evengoed kunnen jullie andere accenten zien. Ja, dus daarin gaan we telkens verschillen als trainer wat je specifiek ziet. Maar dat we allemaal wel tot hetzelfde doel gaan komen. Ja. En zeker ook krachtig uitduwen. Ik gooi een neutrale bal naar hun toe, maar ik ga wijzen naar hun voorhand achteraan of hun backhand achteraan. En ze moeten... Zijnde vanuit voorhand, bijvoorbeeld ziet daar rechts, ik stel links, kunnen aanpakken en rechts-rechts spelen. Ja? Oké, okay, let's go. Je zet u, iets meer naar voren. Nog. Oké, okay. Yes, hop, links, check. Oké, okay. En terug naar mij gooien. Nu, ik geef hen nu een opgeleide voetenstand. Het kan perfect zijn dat ze die niet spelen. Axel, wat zij nu al direct deed, was vanuit links een twister maken. Ja, als ik nu vraag links-links en ze gebruikt dat niet heel veel, oké. Okay. Kan perfect zijn, omdat ik hen zo breed mogelijk coördinatief wil gaan prikkelen. Maar ik hou wel rekening met wat ze elk in hun profiel hebben staan, wat ze technisch gaan moeten doen. Dat ik weet, ja, Axel, die gaan vooral veel je twister gebruiken. Zita, die gaan vooral veel rechts-rechts spelen.
Je ziet ook het lengteverschil, ze zijn beide even oud. Dus ze hebben beide een ander spelerstype dat ze gaan hanteren. Oké, okay. Yes, let's go. Hop. Tak, tak. Oké, okay, goed. Ja, hop. Rechts. Oké, okay, goed. Yes. Ja, oké. Okay. Snel. Oké, okay, nog iets meer naar voren komen, meisjes. Ja, zou nog maar meer aan naar voren. Oké, okay, yes, hop. Oef, vangen, hè. Kom op. Ja, goed. Hop. Oké. Okay. Volgende, je start terug vanuit je achterwaartse verplaatsing. Je kiest zelf hoe je die bal gaat terugspelen. Is dat nu bijvoorbeeld die rechts-rechts? Of is dat dat je bijvoorbeeld je twister gebruikt, dat je op rechts steunt, indraait? Dat is voor mij vrij. Jullie kiezen hoe je die diepe bal speelt, hoe je die zo goed mogelijk kunt spelen. Je gooit hem terug naar mij en je reageert weer op de bal die ik gooi. Het doel is hem zo snel mogelijk komen teruggeven aan mij. Je hoeft de slag niet meer af te maken, maar je geeft hem terug aan mij. Oké? Okay? Ja, kom op, hop. Ja, hop, hop, hop. Oké, okay, goed. Dus wil ik vooral voorachter oefenen, achterwaarts verplaatsen, bal gooien, in een slag en de korte. Kom, hop, 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 hop. Yes. Ja, back en zijde. Kom op, kom op, duw. Ja, hop. Kom op. Oké, okay, goed. Stel. Achter. Ja. Kom, 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 kom. Hop, hop, hop. Yes. Ja, hop. Ver. Goed. Kom. Oké. Okay. Ja, Axel. En. Kom, 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 kom. Oké, okay, yes. Goed. Dus ik heb nu alle zones gehad. Smal, breed, ver, kort, diep. Een manier om binnen uw conditietraining te werken aan oriëntatie. Niet de manier, maar een manier dat je kan gaan gebruiken om in zones spelers te prikkelen. Ja? Ik kan perfect alleen met die balletjes gooien, maar als ik hen meer in de ruimte ga laten bewegen en meer ga verplaatsen, en meer het beeld ga geven van oh, ik moet diep achter, ik moet een verre bal, dan ga ik hen ook zo breed motorisch mogelijk ontwikkelen. En als ze cognitief ook mee zijn, ah, die conditietraining die ik nu net doe, ja, wat ik hier zie, dan moet ik ook wel kunnen transfereren naar de tennistraining. Of omgekeerd. Ja, ik pak zeker vaak de tijd om met de tennistrainers van hun op de baan te gaan staan, te gaan kijken, wat gaat er beter moeten, wat moet er anders, waar moeten we zeker op letten. En daar ga ik dan met hen zeker en vast aan werken. Welke eigenschappen geef je de tools? Ja, snelheid, hoe snel ga je een bal aangooien? Hoogte, ga je die heel hoog gooien, zoals bijvoorbeeld in achterste? Of ga je een hele lage gooien, een korte? Welke richting geef je de bal? Backhandzijde, voorhandzijde, heel schuin. De afstand, hè, zijn de kort, zijn de diep? En met welk effect? Dat je niet alleen een bal neutraal van laag naar onder gaat aangeven, maar dat je hem ook eens heel strak aangeeft. Of dat je hem via de omgekeerde weg gaat aangeven, via een bots. Dat ze een gewoonte kunnen maken van ik krijg die bal niet altijd hetzelfde, ik moet mij zo goed mogelijk kunnen aanpassen. Dus dan ga je eigenlijk een beeld creëren van je speler, hoe dat hij naar de bal kijkt, hoe dat hij zich tegenover de bal gaat oriënteren. Maar wat ik zelf nog belangrijker vind, met welk deel van je oog kijk je op de eigenschap van die bal? Maar bijvoorbeeld, het is een hele snelle. Oef, dat is een hele hoge. Het kan ook perfect zijn dat je die twee gaat kunnen combineren. Dat je een snelle, korte krijgt. Maar dat je met je oog de verschillende eigenschappen kunt waarnemen. Ja. Take-home messages, dingen die ik zeker wil meegeven. Oriëntatie is een cruciale factor binnen tennis. Als we ons niet goed kunnen oriënteren ten opzichte van een bal, hoe willen we dan die match kunnen winnen? Hoe willen we dat zo ver mogelijk op dat toernooi kunnen gaan presteren? Verschillende zones om te kunnen trainen. Ja, te kunnen, het is niet dat je dan moet trainen, maar je kan in verschillende zones gaan werken. Spelers durven uitdagen. Ja, niet enkel en alleen die bal steeds binnen de comfortzone gaan gooien, maar ze ook eens een keer ver en kort gaan verplaatsen. Het kan even goed zijn dat ik nu de verschillende zones die ik heb gehad, dat ik die nu eens allemaal ging gebruiken. Dat ik nu eens gewoon ging starten vanuit een rally. Dat zij een opslagbeweging moesten maken, dat ik een brede bal gooide, een verre bal en een korte bal. Dat ik die zones met elkaar ga laten overvloeien. Variëren in oefenstof. Ja, dus dat je vanuit één oefening doorgaat naar verschillende andere, dat je die gaat laten vertakken. Maar dat je ook de complexiteit ervan gaat opbouwen. Ik startte nu daar juist met een verre bal met een tennisbal. Dan het iets grotere basketbal, dan de grotere basketbal. En dan ging ik ineens terug naar de handbal.
Dus dat je niet enkel en alleen hetzelfde materiaal gaat aanreiken of dezelfde makkelijkheid van een oefening, maar dat je dat wel ook steeds moeilijker kan gaan maken. Of de snoots afbouwen wanneer je ziet dat iets niet lukt. En coaching with energy. Nou, zelf ook een beetje buiten adem, omdat ik steeds meedoe met mijn spelers. Maar ik vind wel, als je veel energie geeft aan je spelers, ga je er ook veel uit krijgen. Ik kan ook gewoon je bal zo aangooien. Maar ik weet, als ik zelf mee in beweging ben, ik beweeg zelf mee, dan ga ik ook meer uit hen kunnen halen. Ja. En slot wil ik jullie bedanken om bij deze sessie aanwezig te zijn. Moest je een vraag hebben, mag je altijd mailen. Moest je nog oefenstof willen, kan je mij altijd terugvinden op social media. Graag wil ik Sita en Axel bedanken, die vandaag aanwezig zijn geweest. Dus geef hem maar een goed applaus, hebben we dat goed gedaan.